Goedenavond, dames en heren. Hier en nu opent het nieuwe jaar met een speciale aflevering. Daarin staan drie Nederlanders centraal. Alle drie hebben een bewogen jaar achter de rug en alle drie wachten enerverend 1988. Eén onbekende en twee bekende Nederlanders. We openen met de oud-wereldkampioen schaatsen Hilbert van der Duin. Half december vorig jaar, in het afgeladen Tialf ijsstadion van Heerenveen, wordt ex-topschaatser Hilbert van der Duin gehuldigd. Voor het begin van de marathonfinale krijgt hij de erespeld van de Schaatsbond aangereikt. En zo haalt Friesland van der Duin uit de vergetelheid. Op 6 februari vorig jaar overleefde hij ternauwernood een gruwelijk auto-ongeluk dat zijn leven radicaal overhoop gooide. Bijna 1 jaar verder is Hilbert weer in staat zich zonder hulp te verplaatsen. Daaraan ging een leidersweg van operaties en revalidatie vooraf. En nog steeds gaat hij 4 keer per week naar het ziekenhuis voor fysiotherapie. Zo makkelijk is een bordje. Inderdaad. Hè? Wordt weg. Nee. Gebruik van maken. Ja, tijdelijk. Tijdelijk, ja. Ik heb hier een grote brede wond zitten. Dat zie je, dat is al vakkundig gehecht allemaal, maar een stukje van de knieschijf af en die pees die lag los en die hebben ze er weer aan vastgehecht. Nou, dit bovenbeen dat was versplinterd. Er zit hier nog zo'n plaat in, zo'n beetje, zo dik. Dus dat kan nooit weer kapot. En daar miste bot tussenuit. Dat hebben ze vanuit de heup, daar hebben ze weer bot bijgezet. Verder had ik de beide heupkommen gebroken. Dat schaambeen dat lag zo 8 centimeter uit elkaar. En daardoor was ook de rechterkant van mijn rug ontwricht. Dan verder had ik twee gekneusde longen en geperforeerde dikke darm en een hersenschudding. En voor de rest was alles goed. Van de ene op de andere seconde kwam een eind aan een indrukwekkende schaatscarrière. Hier de 500 meter in Assen, waar Van der Duin voor de 2e keer wereldkampioen werd. Met een uitstekend bewegingstempo op die kruising. Goed diep zitten en hij loopt gewoon ver weg van Henning Karuut. Nu die buitenbocht. Hoe gaat hij die buitenbocht doen? Nog steeds uitstekend. Het gaat werkelijk erg goed met Hilbert van der Duin. En hij komt met bijna 20 meter voorsprong door. De klasse van de man uit Heerenveen. Kijk eens, 39-11, beste tijd, Hilbert van der Duin. En hier beelden van Hilbert's beslissende race op de 10 kilometer. In 1980 was hij wereldkampioen in Heerenveen. In het misschien wel het meest boeiende toernooi dat we tot nu toe gezien hebben, heeft hij dat hier in Assen in 1982 herhaald. Hilbert van der Duin via een fraaie serie van 39. Na het WK in Assen volgde in 1984 nog een Europese titel. En vanaf 1985 legde Van der Duin zich steeds meer toe op het marathonschaatsen. Eerst zonder succes, maar het afgelopen jaar brak hij door. Hilbert van der Duin, situatie een beetje onoverzichtelijk. Gaat hier als enige en misschien ook als eerste op weg naar de streep of wordt hij nog ingehaald? Hilbert van der Duin, zevenvoudig nationaal kampioen, gaat het hier redden of niet? Het is Dries van Weijen die het nog probeert, maar het wordt Hilbert van der Duin voor Dries van Weijen, Iep Kramer en Henry Ruitenberg. De eerste 4 van het nationale kampioenschap en eindelijk een titel bij het marathonschaatsen voor Hilbert van der Duin. Op 1 februari vorig jaar nog heerste Van der Duin in de Westland rondrit. 5 dagen later rukte de frontale botsing hem weg uit het schaatspeloton. Hoe staat hij er bijna na 1 jaar voor?
ja, hij staat echt conditioneel laag op de ladder. Dat, kijk, als iemand een half jaar op bed ligt, dat breekt ontzettend af. Mm. Ook bij hem natuurlijk. Hoeveel scheelt het nu dat hier een topsporter zit? Nou, het is ontzettend voordeel voor hem dat hij veel heeft bewogen. Als ik hem een oefening tracht aan te leren, dan pikt hij die sneller op als iemand anders. Hij heeft een betere coördinatie. En verder is het natuurlijk zo dat hij door zijn sport ook heeft leren afzien. En wat dat aangaat, duidelijk beter en sneller reageert op therapie dan iemand die dat... die wat minder af kan zien. Een voorbeeld van afzien was Van der Duim's knie. Deze kon maar een hoek van 30 graden maken. Graad voor graad vocht hij terug. Was dat pijnlijk, Hilbert? Per graad omhoog? Dat wil ik niet uit te houden. Ik schreeuw het hele ziekenhuis bij elkaar. Ja, was het al weg? Ja, dat is vreselijk. Ja. Enorm zeer door dat. Toen je de eerste 10 weken roerloos op bed moest liggen, heb je toen ooit gedacht dat het nog goed zou komen? Nou ja, elke keer dat de dokters bij me aan bed kwamen, dan vroeg ik wel van, wat zijn de vooruitzichten? En, nou, die waren, die zijn natuurlijk vanuit hun beroep ook heel erg voorzichtig, merk je dan achteraf wel. Ja. En ik denk van, als ik eerst maar eens weer zit, dan ben ik al lang blij. En toen ik een keer zat, dan denk ik van, als ik misschien straks eens met krukken kan lopen, dat zou ook wel eens mooi wezen. En zo ga je stapje voor stapje in feite... ja, je gebied weer verbreden. Dat is eerst maar een heel klein wereldje alleen in het ziekenhuis. En met elke vooruitgang ben je heel erg blij. En nu ben je zover. We zijn nog niet een jaar verder. Dat je alweer kunt fietsen. En ik heb zelfs gehoord dat het woord schaatsen alweer is gevallen. Ja, dat is natuurlijk een heet hangijzer, het schaatsen. Maar zodra ik goed kan lopen, dan... het lopen gaat ook wel redelijk, maar het is nog niet perfect. Maar zodra ik goed kan lopen, dan ga ik straks ook weer eens proberen te schaatsen. Voor jezelf? Ja, ik ga eerst op een stil stukje eens even proberen als er niet te veel mensen bij zijn. Op een slootje achter het huis? Slootje achter het huis of zo, ja. Op een vijver. Van der Duim wil niet uitsluiten ooit weer deel uit te maken van dit schaatspeloton. Zolang er geen natuurijs is, trekt het als een soort circus langs de kunstijsbanen. Hilbert, wat is de lol van het marathonschaatsen? De lol is dat je, voor mij althans toen ik begon, dat je er een paar cent aan verdiende. Ook. En dat je met schaatsen bezig bent. En, het marathonschaatsen op kunstijs is leuk, maar op natuurijs is nog veel leuker eigenlijk. Ja, als je dit ziet, het is toch eigenlijk alleen maar rondjes rijden? Het is alleen maar rondjes rijden, maar er zijn toch maar een stuk of 10 jongens die de snelheid bepalen. Die zitten voor in het peloton en die proberen constant weg te komen. En de rest die volgt als een kudde schapen, als het ware. Het is een kuddesport. Mis je dit nou erg? Nou, in mijn hart dan mis ik het wel, maar... meer dat ik het niet kan dan het meedoen op zich. Maar de vooruitzichten zijn goed, dus ik kan altijd nog weer schaatsen. Proberen te schaatsen en of ik ooit weer meedoen met marathon schaatsen, dat zien we op den duur wel. Maar is dat nou een doel? Dat je denkt, nou, als ik toch kan gaan schaatsen, dan wil ik ook weer marathon gaan schaatsen? Het is voor mij niet een doel op zich dat ik zeg van ik moet terugkomen in dat marathon schaatsen. Nee, dat heb ik niet. Want, ja, sinds ik dat ongeluk heb gehad, dan zeg ik van dat is dan toch wel het minst belangrijke. Het meest belangrijke vond ik in feite dat ik er nog was en bij vrouwen en kinderen kon zijn, om het maar dramatisch uit te drukken. Een mens gaat toch wat betrekkelijker tegen het leven aankijken, hè? En ook tegen dit soort dingen. Ja, in feite wel. Ik heb ook wel in het ziekenhuis liggen denken van wat heb je eigenlijk een jachtig leven gehad? Je vliegt naar je werk. Je vliegt naar de ijsbaan om te trainen, je vliegt elk weekend 1, 2 of 3 marathons door het hele land. En dan denk je van ja, toch wel een druk bestaan en gaat het niet wat ten koste van je gezin of van andere dingen. En dan zie je nog eens hoe betrekkelijk het in feite allemaal is. En,
Zit ik je nu in dwars dat je op deze manier uit die sport bent gerukt? Nou, ja, het is natuurlijk nooit leuk om op zo'n manier uit de sport te verdwijnen, maar ik denk dat het voor iemand die nog aan het begin van de carrière staat veel moeilijker te verwerken is dan dat het voor mij is geweest. Want ik heb in feite alles meegemaakt wel in het schaatsen wat er mee te maken viel. En ik heb resultaten bereikt en was min of meer toch al aan het eind van mijn sportcarrière. Dus voor het verwerkingsproces, om het zomaar eens te noemen, is voor mij niet zo heel erg moeilijk geweest dan sommige mensen misschien denken. En ook niet als je langs de kant zit, denk je niet, goh, wat erg. Nee. Nee, niet goh, wat erg. Gewoon mooi dat ik er nog ben.